Voor de eerste zaak van vandaag gaan we naar Eindhoven, waar een inwoner van de wijk Oud-Gestel bont en blauw geslagen werd. Een nogal opmerkelijke mishandeling, kunnen we wel zeggen. En het gebeurde hier, op dit pleintje aan de Vivaldistraat in Eindhoven, op een zomerse zaterdagavond. Zaterdag 19 augustus, vorig jaar om precies te zijn. Waarom is deze zware mishandeling nou zo opmerkelijk? Een camera die in de buurt hangt heeft het voorval vastgelegd. De beelden zijn veelzeggend. Het begint met deze donkerblauwe Volkswagen Golf die het pleintje op komt rijden. Hij rijdt een rondje, lijkt even te wachten en parkeert dan met de neus naar voren. Dan blijft het even rustig. Een kleine minuut later komt een bewoner van een van de huizen aan het pleintje naar buiten. Hij neemt een kijkje bij de auto. En meteen gaat het mis. Drie mannen stappen uit. Twee gaan hem met een ijzeren pijp te lijf. De derde rent erachteraan en filmt alles met zijn telefoon. Uiteindelijk jaagt de echtgenote van het slachtoffer de daders schreeuwend weg. Ze rennen terug naar de auto en weg zijn ze. Het slachtoffer is gewond en zit onder het bloed. Hij moest voor behandeling aan verschillende hoofdwonden naar het ziekenhuis. Inmiddels gaat het weer goed, maar de schrik zit er nog goed in. En de grote vraag is natuurlijk wie en waarom? Wie zijn de mannen op de beelden? Op sommige momenten zijn ze goed te zien. De twee die de man met de ijzeren staven sloegen, staan hier even goed met hun gezicht in beeld. Was dit een gerichte actie? Of misschien toch een vergissing? Eén ding is duidelijk, de daders moeten gevonden worden. En u kunt daarbij helpen. We hebben signalementen van de drie. De bestuurder van de Golf is een getinte man van een jaar of 20 tot 30, mogelijk van Antilliaanse afkomst. Hij heeft een snor en sikje, is slank en droeg die dag een trainingspak en petje van Under Armour. De man die achterin zat is blank, 20 tot 30 jaar, heeft een baard en snor en droeg een lichtkleurige hoodie en een blauwe trainingsbroek. De man die filmde is licht getint, waarschijnlijk wat jonger dan de andere twee, een jaar of 18 tot 25. Hij heeft donker haar, bovenop wat langer krullend en aan de zijkanten opgeschoren. Verder had hij een beginnende snor. Het drietal reed in een donkerblauwe Volkswagen Golf van een type 5 of 6. En de auto had aan de achterkant en de zijkanten geblindeerde ramen. En als dit alles u iets zegt, misschien in combinatie met de beelden, laat het ons dan weten. En dat kan op veel manieren. Allereerst natuurlijk via de opsporingstiplijn op 0800 6070. Maar ook als u liever uw naam niet zegt, maar toch iets wilt delen, dat kan ook. Bel dan met de M-lijn op 0800 7000. Wie zijn deze mannen die een Eindhovenaar met ijzeren staven te lijf gingen? Een van de daders filmde zelfs het hele gebeuren. Kunt u helpen? Weet u meer over het waarom? Laat dan van u horen. Bedankt voor het kijken en het meedenken. En wil je ons ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. Misschien kun je ons wel helpen bij deze of deze zaak. Bel met je tips 0800 6070.